Terwijl de Nederlandse supporters Bern en omgeving verlaten, lijkt het mij aardig om eerst eens eventjes terug te kijken naar het Oranjeplein midden in Bern gisteravond, waar uiteraard iedereen weer blij was met de 2-0 zegen van ons Nederlands B-elftal. Ik zei het net al eventjes, de Oranje supporters verlaten Bern en omgeving en zo ook hier op de camping van het Oranjedorp. De tentjes worden afgebroken en er wordt een hele hoop gorigheid achtergelaten. Zo meneer, dat was het dan. Ja, dat was het, ja. Naar huis, hè? Ja, gelukkig wel. Oh, gelukkig? Dat was zwaar. Hoe lang heb je hier op de camping gezeten? We zijn zondag gekomen. Zondag gekomen en vandaag weer terug. 4 dagen? 4 dagen. Hoe hou je het uit? Ik weet het, ik snap het zelf ook nog niet. Ja, je lacht, maar ik kan wel janken. Ja, je doet het toch echt zelf? Ja, goed. Ik moest mee van de jongens. Ik wou helemaal niet. En waar ga je nu naar terug? Waar woon je? Hengelo. Hengelo? Ja, kan ik ook niet zo doen. Nog eigenlijk nog erger dan hier. Ja. Dit is nog erger, ja. Natuurlijk frissen de mensen zich eventjes op voordat ze de reis naar Nederland gaan maken. En dat kan in deze luxueuze douches. Hallo. Hallo. Lekker even aan het opfrissen hier. Goh, heerlijk. Dat is wel nodig ook, hè? Oh ja? Ja, behoorlijk. Er zit nog allemaal oranje op je gezicht. Ik weet het, maar ik heb gespiegeld net zoals thuis. Dus... Maar ja, wat heb je hier allemaal wel, hè? Later. Wat vinden de overige bewoners van deze camping nou dat u zo naar de douche loopt eigenlijk? Ja, nee. Maar moeten ze wennen, het interesseert me geen reet wat ze ervan vinden. U heeft niet zoiets van haak, trek even een badjas aan of zo? Nee. Ja, je zou zeggen, pak helemaal niks, maar ja, niet iedereen is daarvoor in, dus laten we iets aantrekken. Wat heerlijk hè, dat je zo lekker met je voeten door de modder op kan lopen hier. Het kan hier nog, hè? Het is ook lekker goedkoop hier, hè? Het is niet duur, nee. 22 euro per nacht. Dat is het ook natuurlijk. Ja, Nederlands, hè? Ja, we zien die tierenkezeeën hier. Tieren. Die tieren? Regenarts hier in Wald, oder? Ja. Nee, hier, die Holländische tieren. Nee, ik heb het niet gezien. Ze had nur goede fans hier. Maar ze doen het. Pfff. Nee. Oh, dat gehört dazu, wenn man jong is, oder? Maar hebben ze dat zo ook gemacht? Zo. Ja, dat is gewoon ook. Ja? Dat is normaal. Normaal? Ze vinden dat is normaal? Ja, maar we zien maar. Het was proberen. Hoor. Nou, ze zijn hier nog veel meer de weg kwijt. Ja, stil maar. Ja, dank u. Ze zijn hier nog veel meer de weg kwijt dan de Nederlanders, want ze vinden dit dus gewoon normaal. Dank u. Merci, dank u. Jullie hebben zoveel gorigheid bij je dat je 900 kilometer zo naar huis gaat? Je mag het ook hebben hoor. Sorry? Geen probleem, je mag het ook meenemen hoor, geen probleem. Zit erin dan? Ruik maar. Dat is niet heel goed hoor. Jezus. Onderbroeken, sokken, ja de vuil was hè. Teddy, jij bent van de organisatie hier van dit Oranje Dorp. Ja. Voor jou ook een einde hè? Ja, heel een einde. Ik ben wel droevig ja. Droevig ja? Ja, een mooie tijd geweest waar nu een einde aan zit. Ja, Nederlanders kunnen gewoon heel goed feesten. Gezellige mensen. Heel creatief ook hè, in hun teksten. Ja, dat kan nog wel iets beter. En ze mogen wat meer liedjes gaan verzinnen. Wat andere ook liedjes als heet dit dezelfde, maar dat maakt niet uit. Wat heb je het meeste gehoord? Luca Toni is een homo. Mevrouw, het leek alsof u vast zat.
Hij stond op de handrem. Hij stond op de handrem. Een vrouw achter het stuur. Ja, dat kan, hè. Dus er waren eigenlijk 5 mannen aan het duwen achter, ja, terwijl hij gewoon op... Ja, voor niks. Ja, was toch wel leuk. Leuk stunt. U kan in ieder geval naar huis nu. Ik kan nu naar huis. Ja, wij gaan naar huis. U weet wel dat u op de snelweg in Z5 rijdt? Ja, dat gaat wel lukken. Ja, het lukt wel verder. Het gaat goed, ja. De meeste Hollanders zijn vertrokken uit Bern en ook wij gaan zo langzamerhand richting Basel. Vanaf morgen zijn wij niet meer om 7:07 te zien bij Veronica, maar om 21:39. Tot dan.